ben Rahim Sahin. Ik ben Rahim Sahin. Wij hebben als politie hebben wij gemeente Eemsdelta valt onder mijn verantwoordelijkheid en gemeente het Hoge Land valt als het gaat om veiligheid onder mijn verantwoordelijkheid. En dat zijn ongeveer beide gemeenten 100.000 inwoners. En ik heb ongeveer 120 collega's hebben wij. En samen met 120 collega's proberen we dus beide gemeenten veiliger te houden. En dan hebben wij af en toe ook goede gesprekken met de burgemeester. Die ook bepaalde accenten legt van joh, bijvoorbeeld station Winsum. Dat was wel eens overlast. Kunnen jullie dus daar wat vaker gaan surveilleren? En dan nemen wij die mee en dan gaan we bijvoorbeeld iets vaker surveilleren. Bent u soms ook bang tijdens uw werk? Nee, ik ben niet bang. Want waarom niet? Kijk, als je naar Henk Jan kijkt, Henk Jan die heeft geen geweldsmiddelen bij zich. Nee. Maar als je naar mij kijkt... Kijk eens. Als het erop aankomt, hè? Dit is een portofoon. Hiermee heb ik verbinding met al mijn collega's. Dus als ik zeg van, joh, ik heb hulp nodig, dan druk ik de knop in en dan komen alle collega's echt binnen no time komen ze mij helpen. En als het te lang duurt, denk ik nog wel eens van, oké, dan heb ik een wapenstok. Dan kan ik dit nog even mensen op afstand gaan houden. En als ik denk van, nou, dit doe ik ook niet, zeg maar, dan heb ik nog een pepperspray. Dus daar kan ik mensen ook nog op afstand mee gaan houden. Dat is niet lekker, hè? Dat is heel naar. Hè? Dit is heel naar. Die moet je echt niet in je ogen hebben, want ja, dan heb je echt moeite om de komende uur zeg maar, je ogen open te houden. Maar wel heel effectief. Als je politie gaat, als je daarvoor zeg maar gaat voor studeren, moet je dan ook voelen in je ogen zelf? Ja, wij hebben, ik heb dat zelf ook mogen ervaren. Dus ze hebben mij ook gepepperspreed, zoals het heet. Ja, en de eerste twee uur kon ik mijn ogen echt niet open doen, laat staan knipperen. En dat was gewoon echt ogen dicht. En het gaat uiteindelijk wel weer weg. Maar het is wel heel effectief als dus iemand mij kwaad wil doen. Ik kan weer gerust van slapen. Nou, hey ma, ik wel boos. En jullie heel veel plezier. Ja, en niet roken jullie, hè? Nee. Bedankt. Hoi.